Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 17 februari. Niets is onmogelijk. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 1, vers 37. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos zijn. Mensen die positief denken, kunnen zelfs in de meest ontmoedigende situatie opties zien, terwijl degenen die negatief denken al snel klaarstaan om de problemen en beperkingen breed uit te meten. Dit gaat verder dan het spreekwoordelijke idee om een glas half vol of half leeg te zien en strekt zich uit tot het nemen van beslissingen en acties op basis van of positief of negatief denken. Heb je wel eens gemerkt hoe negatief denken dingen buiten proportie kan blazen? Problemen lijken groter en moeilijker te worden dan dat ze in werkelijkheid zijn. Soms kan een probleem echt onmogelijk zijn, in het natuurlijke. En een negatieve mentaliteit vergeet dat niets onmogelijk is voor God. Mediteren van Gods woord zal je helpen om van het negatieve af te komen en helpt je te richten op wie God is. Een positieve mentaliteit, gebaseerd op Gods woord, weet dat niets te hoog voor God is. Hij is altijd aanwezig. Ik heb mijn hersens getraind om God en zijn woord te geloven en ik heb de kracht mogen ervaren die God mij tot mijn beschikking heeft gesteld toen ik meer op hem vertrouwde dan op mijn omstandigheden. We moeten ons er altijd aan herinneren dat niets onmogelijk is voor God. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, het is voor mij duidelijk geworden dat ik er niets bij win met een glas half leeg mentaliteit. Zelfs in onmogelijke situaties weet ik dat U er bent. Ik kies ervoor om de positieve kant te zien van de dingen en te leven naar Uw woord. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.